Welkom dames en heren bij NL Magazine Going to the Movies. Mijn naam is altijd Patrick van der Wijk en naast mij zit... Weer Maurice Harald, altijd dezelfde, ja. Maar altijd gezellig. Hoop. Wij zijn geweest naar Molly's Game. Ja, goede film. Goeie film. Goeie film. Ja. We hebben hem een tijd uitgesteld. We hebben meerdere weken achter elkaar gezegd, nou, we gaan naar Molly's Game. Elke keer kwam het er weer niet van, alle films. Maar nu zijn we toch echt eraan toegekomen. Ja. En eigenlijk hadden we hem veel eerder moeten zien, want het was echt een goede film. Ja. Vol intrige en spanning en het was en het is, goed in elkaar gezet. Het gaat over pokernachten of pokeravonden, maar het poker is niet dominant. Nee. Het is meer... geen pokerfilm. Nee, nee, gaat om haar. Gaat om haar. Nee, maar dat voor dat mensen dat denken dat het een pokerfilm is, dat is niet zo. Poker is gewoon alleen een tool om geld te winnen. Klopt. Ik dacht dat het eerst over de maffia ging. Ja. Dat zij met die maffia dat het helemaal fout zou gaan. En dat ze een kwartier lang zie je er succesvol en dan daarna anderhalf uur of zo... Kloten met de maffia, maar dat was niet zo. Nee, het was ook een achterliggend iets, was het. Ja, er zat wel een beetje maffia in, uiteindelijk, maar dat is een bedreigd werd. Maar het was en voor de bek gestompt werd, Maurice. Ja. Ho, want die kreeg aardig klapjes van die gozer. Ja, dat was hard. Dat was hard. Ja, dan zie je toch wel even een mooie vrouw, want het was een pittig mooie vrouw, vond ik het. Ja. Hey? Ja, het is Kevin Costner had ook een heel interessante rol. Had ook een interessante rol. Ik ben super fan van Kevin Costner. Dus en die deed ook goed. Heel goed deed dit, ja. Dus dat, daar zat Enno, heet hij nou, die donkere man, Ilbris. Ja. Idrim. Ja, als je hem ziet. Ja, Gollum. Ja. Hij is gewoon goed. Nee, hij is heel goed. Hij is heel goed. Ja. En hij speelt in deze, rol, deze film ook gewoon goed. Dus de mensen die gewoon in de film zaten... Idris, Idrim. Nou, jullie zullen wel zeggen, nou, jonge gasten. Jawel, ja, precies. Je weet wel. In ieder geval Luther, de serie Luther. Ja, dat weet je wel. Nee, maar sowieso, alle rollen werden gewoon goed vertolkt. Ja. Er zat geen eentje bij die... Het bijzondere is hoeveel geld gewoon werd werd verspeeld gewoon op die avond. Dat sommige mensen helemaal doordraaien en doorgingen. En zichzelf kapot maakten daardoor. Er was één internetgigant steeds aan die pokertafel. Ja. En het is mij nog steeds niet duidelijk wie die internetgigant dan moet voorstellen. Want dat kan onze man van Facebook wezen. Ja. Maar het kan ook de man van Google wezen. Ja. Dus dat is eigenlijk, want het is gebaseerd op een reëel gebeuren. Ja. En er zaten ook een aantal filmsterren bij en zo. Dus ik was niet echt zoals de Viper Room en zo, dat die erbij zat. En daar zat Johnny Depp en zo allemaal bij. Ja. Ik weet niet of dat ook in deze film zo is geweest. Maar er zijn wel heel veel verwijzingen naar. Ja. Dus dat maakt het ook weer wat spannender, die film. Ja. En uiteindelijk is het er redelijk goed afgekomen. Ja, ze is heel goed uitgekomen. Het was heel anders aflopen. Ja. Ik vond het wel leuk dat de maffia-gozer die dan goed in beeld kwam, die er eventjes flink afrandde, zal maar zeggen. Mm. Dat was een bekende speler... Hij had een bekende kop, had hij. Die zie je meer dan maffia filmpjes. Dus ook goed cast vond ik hem. Ja, maar daar had ze ook Marcel in, trouwens, achteraf gezien. Dat net die hele groep werd opgerold. Dat zijn heel veel geluk gehad, dat mensen. Ja. In haar hele leven hebben ze heel veel geluk gehad. Dat was het ergste wat er gebeurde. En het was ook erg dat ze afgeranseld werd door hem. Want hij hield het niet terug. Dat ze gevallen is en dat ze een pin in de rug. Dat was natuurlijk ook niet lekker. Met skiën hebben ze natuurlijk wat ongelukjes gehad. Ja, ze hebben het al. Maar ja, alle extreme sporten. Een beetje van tevoren van... Dan kan er iets gebeuren. Ja. Nee, en als een dokter bij jou die pin erin zet, zou jij dan weer gaan skiën? Als jij nou een pin in je rug krijgt, zeg jij dan weer aan de anderhalf jaar skiën? Topniveau skiën? Nee, maar zij deed wel. Ja, nou ja, dan komt om die oude zegt, we gaan door. Ja, dat was zo'n... Die oude Kevin Costner was niet makkelijk met haar. Nee, zeker niet. Nee, dat is een... Maar ja, dan gaan we weer door. In ieder geval, het is een... Leuke film om te zien. Ja. Zeker weten. Gewoon één keer kijken, want dan is het... Nou, je moet gewoon een tweede keer kijken, want dan ken je de hele story. Zo mag je twee keer, ja, maar... Nee, kan niet, want je hebt gewoon één keer deze films en dan snap je wat het is. En dan heb je de plot gezien en dan je kunt niet nog een keer kijken. Nee, klopt. Dus, cijfertje? Een 7. Ik geef ook een 7. Leuke film. Gewoon toe te kunnen. En de laatste tijd alleen maar. Dit is een goed begin. We hebben dit jaar nog niks gezien dat ik denk van, was super slecht. Zo begon het vorig jaar ook, hè? Heel goed. En daarna donderde het in elkaar. Ja, toen donderde het in elkaar. Dus laten we hopen dat het beter gaat. Tot de volgende keer.